Ik ben Martin Schuurmans, vrijwilliger bij Beeld en Geluid. Mijn vak is altijd geweest geluid en radio. En dat deed ik in de studio's in Hilversum. Als technicus was je 24 uur per dag was je inzetbaarheid, waar dan ook, binnen Nederland of wat dan ook, in het reportagewagens en dergelijke. Dus als er calamiteiten waren, dat konden hele leuke dingen zijn, maar ook rampen, zoals de Bijlmerramp heb ik ook bij gezeten en dat soort dingen. Dan moest je daarop af gewoon. Voor de rest werkten we in de buitendienst ook op vaste locaties, dus bij regionale omroepen en ook bijvoorbeeld op Binnenhof in Den Haag, dus politiek. Daar heb ik heel wat uren doorgebracht en dat was nooit aan tijd gebonden. Wij hadden geen vaste werktijden. Je was 24 uur per dag inzetbaar. Ze stelde ook altijd aan mijn vrouw de vraag, hoe lang ben je getrouwd? Zei ze, de helft, de andere helft is hij er niet. En dus dat was de bekende gimmick van ons. En het was zo, dus op het moment dat er echt iets gebeurde in het land, of iets heel leuks of iets heel vervelends, dan wist je dat je telefoon ging en dan werd er gevraagd of je er naartoe wilde gaan. Dat gold ook voor kerstdagen, feestdagen en dergelijke. Daar hadden we altijd diensten en je draaide altijd je diensten. Je was er helemaal aan gewend om continu in dienst te zijn. Je was ook altijd heel alert op watgene wat je hoorde binnen je nieuws. Dus via de nieuwsdienst en via de publicaties en zo. En als er echt iets bij zat waarvan je dacht van dat is wat voor ons, dan wist je dat het telefoon ging. Nou, wat je hier ziet, dat is de discjockeytafels die dus gebruikt werden door discjockeys op Radio 3 in het muziekpaviljoen in Hilversum. En deze ruimte met deze tafel was dus altijd gekoppeld aan een tweede ruimte achter de dubbele ruimte waar dus de technicus zat, die dus verantwoording had voor het nieuws, de sterreclames en dergelijke en de eindcontrole over wat hier gebeurde. En alles wat hier dus gebeurde met de vorm van de jingletjesmachine, daar stonden de pingeltjes op en zo. En ik kan er wel even eentje laten horen als je dat leuk vindt. Ik kan 192 en Beeld en Geluid presenteren van 5 tot en met... Dat is er dus eentje. En dat was zo'n pingeltje en daar had hij er honderden van en zo, dus van de Radio 3 en dergelijke. Nou, we hadden ook bijvoorbeeld zijn eigen pick-ups, dat deed hij ook helemaal zelf. Zette hem zelf scherp, zat een vederstart op, dus als je dit... Dan had je dus muziek. En daar hing dus altijd aan de andere kant van de ruit hing deze apparatuur, dat is zo'n mixmobiel noemen we dat. En daar kwamen dus al die veders op uit. En je kon dus als technicus had je de eindverantwoordelijkheid over de balans, over de kleur, over de processing wat je had. En je was verantwoordelijk voor het nieuws en dat alles, datgene wat er omheen gebeurde eigenlijk. Nou, tegenwoordig is het zo dat alles computergestuurd is. Dus ook wat processing betreft in geluid en hoe er gefilterd wordt en wat niveauverschillen zijn en dat soort dingen meer. Wat wij in het verleden deden, dat was een soort samenwerking tussen de muziekman en tussen mij. We belden met elkaar en dan wisten we bijvoorbeeld dat er een onderwerp was wat heel gevoelig lag. Bijvoorbeeld, ik noem het de Golfoorlog of de Bijlmerramp en dergelijke. Daar paste hij zijn muziek op aan en daar paste ik dan weer het niveau en de... Bijvoorbeeld ook de tempo waarin je muziek aansluit op tekst. Bijvoorbeeld als je heel even wat wij dan een witje lieten vallen, waardoor er een bepaalde accent op die muziek komt. Als je dus bijvoorbeeld een gevoelig onderwerp hebt gehad en je zet rettiketet, ching boom, ik start die platen meteen een fractie, dus echt heel strak achteraan, dan wordt het een soort Radio 3. En dat is niet de bedoeling. Dan ben je moet even gevoelsmatig weten hoe je met je muziek omgaat en hoe je balansen legt in je niveaus en zo. Wat wij in onze opleiding altijd voorgehouden werd, dat was dat je bent wel technicus, maar het is niet technisch. Het is ook een artistieke factor in wat je met je oren doet. Je bent de eerste luisteraar voor een groot publiek. Dus jij bepaalt voor andere mensen hoe zij het horen. En dat is is best wel een verantwoordelijkheid, omdat je dat ook, er zitten wisselende dingen in. Ik bedoel, als je 's ochtends om 10 uur, als iedereen luistert anders dan 's avonds om 11 uur, als hij in zijn bedje ligt en zo. Ik was een vaste technicus van het programma Oog op Morgen. Dus moest je heel erg rekening mee houden dat mensen dus in hun bed lagen en daarna luisterden. Daar schoof je anders op. En met de huidige ontwikkelingen in de digitale technieken is dat wel eens een beetje moeilijk. Je hoort dat er wel eens... wat verschillen in zitten waarbij je de neiging hebt om dingen harder en zachter te gaan zetten. Dus je kunt van een computer en een apparaat niet verwachten dat die emotie in een geluid kan leggen. En dat moesten wij wel.